Verre trap van Danny Verlinde. Het hoofd van Thomas Kaars. Verheyen. Spekkar. Nogal nadrukkelijk. Rechts aan de buitenkant. De voorzet wordt geblokt. Cornerbrugge met Galilou. Fadiga, vallende bal, kopbal. Libero Lorenzo Stalens. Stevige openingsminuten van de twee ploegen. Maar Gent toch een klein beetje ingedrukt. Al een paar corners voor Club Brugge. En dat in een minuut of vijf wedstrijd. Goeie kopbal van Lorenzo Stalens. Stevig begin van de wedstrijd hier in het Totterstadion. Renier. Die gaat over Kaas die bal. En Spekkar trapt in één tijd. Gent krijgt voorlopig nauwelijks of geen lucht. Goeie volleytrap. Vreeftrap. Van Robert Spekkar na een verre bal van Pascal Renier. Voorlangs. Jan Boskamp, die woont nu in het Ottenstadion. Net als Nico de Bree, die naast hem zit. En ze zien dat AA Gent het allesbehalve makkelijk heeft. Fadiga. Aanklampende Vazov. Kalilou Fadiga. In botsing met Vreven. Schouders, charge, dat heeft allemaal te maken. Dat hoort allemaal bij de manier van spelen van Stijn Vreven. Maar toch wordt het de eerste gele kaart van de wedstrijd. Niet dat Vreven heel veel kwaad deed. Maar het heeft te maken met alles wat al in de voorafgaande minuten gebeurde. Veel duwend trekwerk, veel fel voetbal. De schouder van Stijn Vreven die wordt dan bestraft. Nou, ook nog geel voor Alain de Klerk, omdat de muur niet snel genoeg de goede afstand kreeg. Zijn ze eindelijk klaar voor de vrije trap. Ze mogen Gert Klaasens en Robert Spekkar. Spekkar laag in de muur. De bal is bij Verheyen. Renier naar buiten bij de Vlaanderen. Ado kopt. Spekkar binnen. Robert Spekkar. Zijn eerste competitiegoal. De eerste goal van de topschutter van vorig seizoen. Hij scoort in het Ottenstadion bij AA Gent. Vorig seizoen 26. Dit is zijn eerste van de jaargang. 97-98. Na heel veel gedoe, na twee gele kaarten, na een furieus wedstrijdbegin. Het doelpunt van Robert Spekkar. 0-1 voor Brugge. Nog voor het kwartier. En hij ziet dat het goed is. Foggen. De Meijer. Nauwelijks of geen ruimte voor agent op het middenveld. Kijk eens hoe de Meijer opgesloten wordt. En Verheyen kan die bal met wat geluk ook nog bijhouden. De Vlaanderen loopt met hem mee. Diep naar Spekkar, geen buitenspel. Die loopt. Bal over Herpoel en over het doel. Robert Spekkar. Die speelt als een razende gek. Alsof hij de supporters en het bestuur wil bedanken voor het gestelde vertrouwen voor het nieuwe contract. Robert Spekkar over het doel. Rond het half uur de betere periode van AA Gent in de wedstrijd. Vrije trap met Foggen. Het hoofd van Addo en dan het vluchtschot van Vazov. Hoog overgetrapt. Maar Gent iets beter in de match nu. Renier met Martens. Legt iets te weinig gewicht in de schaal. Sandy Martens tegen Pascal Renier. Borkelman slim tussendoor. Sbarri. Weer een Brugse uitbraak. Sbarri opgevangen door Kaars. Dan Vreven. Dan De Meijer. En voor de rest geen aansluiting. Addo. Brugge komt opnieuw met Borkelmans. Spekkar is nu los. Robert Spekkar. Herpoel als een vliegenvanger kwam wild. En dan is dit hem op het lijf geschreven. Robert Spekkar maakt het weer helemaal waar. 2,5 mogelijkheid. Twee volle doelpunten. Club Brugge op 0-2. En dat op slag van rust. Om maar te zeggen dat dit een heel belangrijk doelpunt is. 7 minuten gespeeld na de rust. Geen van de twee ploegen kan de wedstrijd in een bepaalde plooi leggen. Vrij trap de Vlaanderen, weggekopt Vreven, daar komt Borkelmans, daar is Klaasens. En die mist de eerste kans na de pauze. Gert Klaasens grijpt naar de neus, vindt daar ook niks. De Klerk, Fadiga, Verheyen. Terwijl Gert Klaasens nog staat bij te komen.
Voorzet Verheijen, kopbal Spekker. Robert Spekker. Goed aangespeeld, zegt hij. Vreven, De Meijer. Van Zoof. Komt niet door, Fadiga, Renier, Verheijen, Addo, Renier, goede actie van Pascal Renier. Sbarry komt en heeft de mogelijkheid, mag doorgaan en scoort. Nordin Sbarry op bezoek bij zijn ex-club en hij wil natuurlijk weer draaien. Gaat naar de eigen supporters, daar komt hij. Hij heeft het afgemaakt, 0-3 Club Brugge. Maar het was Pascal Renier die het gat trok, die ook nog Sbarry zag staan. Die had de mogelijkheid en gebruikte ze. Klopt Ter Poel en zet Club Brugge na een kwartier, tweede helft, op 0-3. Addo Sbarry. Fadiga. Meteen Spekker diep gespeeld. Herpoel veel te ver uit zijn doel. Niet afgewerkt door Robert Spekker. Draait aan 50% en dat is heel wat voor een spits. Vreven. Renier. Het mes wordt scherper en scherper bij Pascal Renier. Die groeit in de wedstrijd. Hij heeft blijkbaar voetbalminuten nodig. Sbarry voor Verheijen, daar komt Brugge. Met Spekker. 0-3. Robert Spekker. Wat zei ik daar straks? Draait dan 50%. Tilt dat nu weer wat op. Robert Spekker. Daar is maar één visitekaartje voor. Doelpunten. Doelpunten, doelpunten. Dit is het derde. Club Brugge op 0-4 met nog 20 minuten te spelen. Even slikken voor Jan Boskamp. Alles wat blauw en zwart gekleurd is, klopt de handen op elkaar. Een orkaan van applaus voor Robert Spekker. 3 goals. Applausvervanging voor hem. In zijn plaats komt Gunter Vrians. Corner Gent met Galibarka. Goeie draaier, Verlinde gleed uit, maar de bal wordt opgevangen. En dan door Danny Verlinde na de kopbal van Nivaldo. Je ziet hem wegglijden. Bal blijft hangen, komt bij Nivaldo en Verlinde is terug. Frederik Herpoel. Trapt de bal nog eens weg, maar scheidsrechter Pieter van der Venne heeft er een einde aan gemaakt. Club Brugge wint in het Ottenstadion met ruime cijfers en zonder al te veel problemen van AA Gent. 0-4 was het hier.